Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken. Mijn naam is Frank van Diest van Wortel. Vandaag gaan wij een korte demo krijgen van mijn collega Dave Lancey over onze Teams Governance oplossing. Hoe maak je makkelijk en gestructureerd Teams aan binnen Microsoft Teams? Dave, jij bent producteigenaar binnen Wortel van onze Teams Governance dienst. Een van de dingen die we daarin inzetten is een tool die we in huis ontwikkelen om mensen in staat te stellen makkelijk, maar wel gecontroleerd Teams aan te maken. We gaan er naar kijken. Dave, leuk. Ja, ga ik laten zien. Top. Als het goed is, kunnen jullie mijn scherm zien. Wat hier zichtbaar is, dat noemen wij de provisioning app of de Teams provisioning app om Teams gestandardiseerd volgens een aantal spelregels te kunnen gaan aanmaken. Wat jullie hier zichtbaar zien op het scherm is een applicatie die draait in Microsoft Teams. Dus wat hier aan de linkerkant zichtbaar is een extra icoontje, nieuw team, om een nieuw team aan te maken. En dit stelt gebruikers en organisaties in staat om gestructureerd Microsoft Teams te kunnen creëren. Nou, het is anders dan de traditionele manier waarin Microsoft aanbiedt via gewoon de standaard Microsoft methode om een team aan te maken. Nou, er zit niet heel erg veel extra's aan vast, anders dan je een team een naam geeft, misschien opgeeft of een team privé of openbaar moet zijn. Maar vervolgens zijn alle regels die erbij horen, die zijn generiek. Ja. Wat we hier doen met deze tooling is dat we daadwerkelijk kunnen afdwingen dat er een set aan regels wordt toegepast op het moment dat je een bepaald teamtype aanmaakt. Dus in de voorbeelden die je hier ook op het scherm ziet, dat kan zijn dat het gaat om een organisatorisch team. Ja. Nou, ongetwijfeld is dat een team waarbij je eigenlijk alleen maar wil samenwerken met medewerkers die bij dat team horen. Misschien zitten daar wel regels aan vast, zoals geautomatiseerd lidmaatschap vanuit misschien een bronsysteem dat medewerkers automatisch worden toegevoegd aan zo'n organisatorisch team. Ja. Terwijl als je denkt over samenwerking in projecten, dan moet dat veel meer open zijn of veel meer vrijblijvend. Kennisdeling, misschien kennisachtige type teams, waarvan je wilt dat iedereen in de organisatie die informatie mag inzien. En zo zijn er allemaal van dat soort karakteristieke eigenschappen die verschillend zijn voor die templates. En die templates die kunnen wij dus gaan aanbieden met deze tool. Oké, en deze tool is dan te gebruiken voor iedereen in de organisatie? Ja. Dit maken we uiteindelijk, kunnen we dit beschikbaar maken voor medewerkers. We kunnen daar nog wel in differentiëren dat je bepaalde templates wel of niet mag zien afhankelijk van jouw rechten. Ik zal straks ook laten zien dat er misschien wel een goedkeuring achter bepaalde templates zit. Dus dat er ook een proces in gang wordt gezet dat een team niet zomaar kan worden aangemaakt, maar dat er eerst een validatie moet worden gegeven voor iets wordt gecreëerd. Om wildgroei te voorkomen bijvoorbeeld. Dat kan ik allemaal in de demo laten zien wat we kunnen aanbieden. Zoals ik al zei, wat zichtbaar is op dit scherm zijn dus een aantal templates. In dit geval zijn dit dus de templates die je als eindgebruiker ziet, als medewerker, die je zou kunnen aanmaken ofwel aanvragen. Ja. Hoe je tot die templates komt, dat is vaak op basis van, dat doen we vanuit een governance sessie, waarin we gaan kijken wat zijn die samenwerkscenario's in die organisaties. En die plotten we dus naar deze tooling. Ja. Wat je hier ziet is dus de beschikbare templates voor mij als medewerker, als eindgebruiker. En die kan ik dus gaan creëren of die kan ik in eerste instantie gaan aanvragen. Je ziet wat basisinformatie staan rondom die kaartjes. Dus als ik kijk naar dat organisatorische template, dan zie ik dat daar de externe toegang die staat uit. Dus dat betekent ook als dit team wordt aangemaakt, dan kunnen er absoluut nooit mensen van buiten de organisatie bij. Okay. Dat is geborgd. Ja. Dus dat is heel fijn en veilig dat je weet dat dat... Zeker voor een HR-team bijvoorbeeld of zo, of legal. Absoluut. Ja. Dit team is standaard privé, dus alleen maar toegankelijk voor de leden van dat team. Ja. En er is goedkeuring nodig in dit geval, voordat het team kan worden aangemaakt. Dus ik zou die stappen een keer kunnen doorlopen om te kijken van wat ziet een gebruiker straks als hij deze tool gebruikt van ons. Wat natuurlijk belangrijk is, eigenlijk de basisinformatie van wordt die naam van dit team. Ja. En wat je hier ziet op het scherm is dat bij de teamnaam wordt al aangegeven, het gaat om een afdelingsteam. Ja. Dat noemen wij dan de prefix. Okay. Die wordt altijd voor dat team gezet. Dus dat team begint altijd met het woord afdeling. Per template is dat dus instelbaar. Wil je daar standaard iets voor zetten? Moet er standaard iets achter komen? Ja. We kunnen daar ook andere opties aanbieden, zoals keuzelijsten, meerdere velden die samen een samengestelde teamnaam gaan vormen. Dus je kunt dat gecontroleerd ook zo'n teamnaam gaan opbouwen. En dat is handig en dan kan je hem weer makkelijker terugvinden later, mocht je wat willen verwijderen, wijzigen of iets in die geest. Ja, bijvoorbeeld, maar ook qua herleidbaarheid, dat je weet, dit is een afdelingsteam. Ja, okay. Want het begint altijd met het woord afdeling. Ja. Dus dat kan daarbij helpen. Oké. Ik kan dit team dus een naam geven. Ik begin met afdeling en dan kan ik daar een afdeling voor maken. Dus dan zeg ik bijvoorbeeld, dit wordt afdeling P&O. Het mooie is dat er gelijk een controle wordt gedaan of die nog beschikbaar is. Dus is er al eerder een keer een team met deze naam, dan wordt het aangegeven en kan je een team ook niet creëren. Je kunt daar een extra beschrijving op geven. Die wordt ook weergegeven in het Microsoft Team.
Hoeft niet, is niet verplicht om dat te doen. Ga ik vervolgens verder in deze stap. Dan zie je dat ik, dat ik hier direct eigenaren en teamleden kan toevoegen aan dit team. Ja, dat is wel verplicht. Ja, dat is in ieder geval een verplicht veld. Elk team moet minimaal één eigenaar hebben. Ja. Dat is altijd een voorwaarde. Dat is, wordt altijd afgedwongen ook vanuit Microsoft. Zou je ook kunnen zeggen dat een team twee of misschien wel drie eigenaren verplicht moet hebben? Ja, okay. Ja, exact. Dus dat zijn afspraken die je van tevoren met elkaar kan maken. Van, nou, we willen misschien wel juist minimaal die twee team-eigenaren. En dat is ook wel wat we adviseren vaak. Ja. Iemand is met vakantie, iemand gaat met verlof. Wie houdt dan nog beheer over dat team? Nou, dan hoeft niet elke keer bij IT te worden aangeklopt met, we willen een aanpassing doen, we willen iemand toevoegen aan dit team. En de team-eigenaar is er niet meer. Dus je kan het ook afdwingen vanuit deze tooling. Minimaal twee eigenaren voordat je team kan aanmaken. Ja. Alright. Nou, wat heel erg leuk is en eigenlijk een special aan het organisatorische template wat ik nu heb gekozen, is dat ik hier niet losse gebruikers kan opvoeren, losse leden van de organisatie. Maar hier heb ik heel specifiek gekozen dat we hier ook AD-groepen kunnen gaan koppelen. Oh, dat is handig. Ja, dus stel dat die er al zijn in de organisatie. Er is al bekend, misschien vanuit een bronsysteem, welke afdelingen er allemaal zijn in de organisatie. Dan kunnen we in plaats van losse mensen toevoegen aan het team ook zeggen, we koppelen nu zo'n AD-groep. Ja. En wat er vervolgens gebeurt, is dat die in sync wordt gehouden. Dus die wordt gesynchroniseerd naarmate dat team in gebruik is. En dus gaan mensen in en uit dienst, dan wordt het in het bronsysteem aangepast. Krijgen ze hier toegang of juist niet toe? Dan wordt het geautomatiseerd toegepast in deze teams. Dat is mooi. Dus dat is een mooie special wat we veel zien dat we kunnen toepassen. Nou, zeker voor de meer organisatorische-achtige teams, waar dat dus bekend is. Waarop je die doelgroepen kan toevoegen. Dus in dit geval, dit zijn geen gebruikers, maar dit zijn AD-groepen die ik daaraan kan koppelen. Nou, stel ik zou dus nu een stap verder gaan, dan is de volgende stap in dit geval, zoals ik al zei, dit is een team waar een goedkeuring voor vereist is. Er moet in ieder geval ook een toelichting worden gegeven. Waarom wordt dit team aangevraagd? Want je wil ook dat iemand die dat team moet gaan beoordelen of dit akkoord is dat het team wordt gecreëerd. Nou, wat is de reden van deze aanvraag? Soms is dat misschien heel helder, maar ik denk dat het altijd wel fijn is om daar in ieder geval een korte toelichting bij te hebben. Dus kunnen we bijvoorbeeld aangeven dat dit een nieuwe afdeling is in de organisatie. En wat er nu gebeurt is dat het team wordt aangevraagd. En deze aanvraag gaat nu naar een groep gebruikers in de organisatie die vooraf gedefinieerd is. Nou, dat kan IT zijn, dat kan bijvoorbeeld HR zijn, die goedkeuring moet gaan geven. Een goedkeurdersgroep. Daar gaat nu een e-mail naartoe. Die krijgen ook een notificatie in Microsoft Teams over deze aanvraag. Oké, mooi. En er is in de app ook een dashboard en overzicht met alle aanvragen die nog openstaan voor een gebruiker die mag gaan goedkeuren. Zodat er altijd eigenlijk een volledig beeld is met welke teams er nog in afwachting zijn van een goedkeuring. En zodra dat team daadwerkelijk is goedgekeurd, dan zal het ook zichtbaar worden bij de aanvrager en de mensen die zijn toegevoegd aan dit team. In dit geval alle mensen die in de groep zitten, die krijgen een notificatie in Microsoft Teams en die kunnen aan de slag. Handig. Ja. Ja. Dus wat dat betreft nog steeds self-service, zoals Microsoft het bedoeld heeft. Maar wel met meer grip op wat er gebeurt tijdens het aanmaken. Absoluut, want een eindgebruiker ziet heel weinig op de achtergrond wat er allemaal gebeurt aan de techniek. Maar we dwingen een hele regelset aan instellingen af tijdens dat aanmaakproces. Mooi. Dat is het. Supergoed. Ja. Dankjewel voor je demo. Oké, graag gedaan. Wil jij nou meer weten na dit filmpje? Ga naar wortel.nl, wortel.be. Klik even op Teams Governance en dan praten we met je. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel.